Goedendag. Wederom de afgelopen week weer een mooie zomerweek achter de rug met hoge temperaturen. Blijft dat zo? Waarschijnlijk wel. Alleen een dip in het weekend. En bij deze meteorologische start van de herfst zien we deze vrijdag zonnige periode, stapelwolken en met zwakke tot matige wind uit zuidwesten worden zo'n 22 graden. Vanavond een wachtste meer bewolking met kans op wat regen bij een temperatuur van zo'n 15 graden. Zacht dus voor de nacht. De zaterdag dan. Ook dan zonnige periode, vooral in de ochtend meer bewolking, in de middag meer zon. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het dan zo'n 22 graden. Daarna komt er een storing onze kant op en die brengt de nacht van zaterdag op zondag regen- en onweersbuien. Het wordt erbij niet kouder dan 15 graden. Ook de zondag ziet het niet zo best uit. De storing trekt maar heel langzaam naar het oosten. Dat betekent die dag veel bewolking met regen- en onweersbuien, flink wat regen. En met 20 graden haalt de temperatuur wel een beetje op. De dagen na ziet het weer zomers uit. De maandag maakt nog een voorzichtige start, maar vanaf dinsdag zomerweer en temperatuur van rond de 25 graden. Maar er is meer. Voor meer nieuws en actualiteiten, kijk naar nieuwegeintv.nl.